Welkom iedereen, terug op een live, ja, live niet, maar wel face-to-face op de nieuwe Mechanicast. Ook, we doen het terug live om te laten zien dat de winkel terug open is, ja. En dat de fokker nog leeft. We zullen zien, volgende maand is het weer een nieuwe maand. Ja, ik ben blij dat de winkel terug open is. Ja, ik ook. Het is toch fijner om hier zoals ze zeggen, rondsnollen, dan om daar op het internet te moeten verzinnen. Ja. En de winkel is ook erop gemokt, alleen niet opgemokt, niet dat de Jan 36 jaar geleden zei van ooit gaat er een pandemie komen, dus ik deel mijn winkel zo in. Maar het is wel met die grote bakken ertussen, valt het eigenlijk goed mee. En zelfs wij hier, ik heb speciaal klaargezet om te laten zien dat wij ook pakt meer dan een long box van comics van elkaar ervan afzitten. Dat is geen anderhalve meter, hè? Ja, dus ik ben dat eigenlijk op strek wel. Ja, kijk, ja. Dat is ongeveer. Maar in ieder geval lang genoeg dat ik je vieze adem niet ruik. Dus dat is prima. Dat is prima. Ja, ideaal. Nee, we zijn terug open. Maximaal mag er 15 man per keer binnen. En over het algemeen is dat niet. Het is vandaag zaterdag. Vandaag had ik het een paar keer. Ah ja, maar dat ze eventjes moesten wachten. Even, en dat is nog geen 5 minuten. Dus. Nee, oké. Okay. Dus je webshop is ook nog altijd gewoon geopend. Ja, tuurlijk. Ja, dat is altijd. 7 op 7, 24 op 24. Ja. We gaan niet meer rond, want nu de winkel is terug open, dus we gaan niet meer brengen. Maar ik heb wel permanent de verzendkosten op het tarief, de gratis verzendkosten vanaf €50 gelaten. Vroeger was dat 75, maar de mensen reageerden er heel goed op, dus ik hou dat op 50. Alright. Wat heel tof is. En de vorige keer vertelde je dat de mensen ook wel een beetje de weg naar de webshop gevonden hebben. Door corona. Dus dat is wel. Een positief dingetje in een negatief. Ja, ik denk dat mensen vooral nu niet veel te doen hebben. En op den duur is Netflix leeg en zijn er spelletjes op. Ja. En dan is het tijd om. Oh, kijk, een boek. Een boek met printjes om te lezen. Geweldig. Wat een naadloze overgang naar de eerste comic. Nee, want er is ook van alles gebeurd. Is er van alles gebeurd? Er is van alles gebeurd. Een beetje nieuws. De coronacrisis was goed en wel, de lockdown was dus goed en wel gedaan. Ja. Of in Amerika gebeurden er gigantische zet van DC Comics. Je moet denken, voor zij die dat niet weten, in Amerika is er een verdeler, dat noemt Diamond Comics. Diamond Distribution, Comic Distribution. En die hebben alles, die hebben eigenlijk een monopolie over alles van comics. Die hebben daar heel veel ervaring in en die zijn zo gegroeid. Nu, DC was de laatste paar jaar niet content van. Vooral omdat in Amerika de single-issue-cultuur veel groter is. Ja. En er waren adressen en comicbookstores die kloegen over het feit dat ze beschadigde single-issues kregen. Kloegen? Okay. Dat is toch verleden tijd van klagen? Kloegen? Klaagden. Klaagden, ja. Het is misschien niet erg, maar ja. Ze kloegen. Ze kloegen, ja, ze zijn Antwerps, ze kloegen. Ja. En DC heeft eigenlijk. En Marvel had daar geen last van? Gewoon Marvel ook, maar die zijn voor de rest wel content van Diamond on Service. En DC heeft er nu gebruik van gemaakt tijdens de coronacrisis. Ze moesten hun contracten al herzien deze jaar, maar tijdens de crisis hebben ze ook gezegd van ja, als Diamond had tijdens de crisis ook beslist om 2 maanden lang niks nieuw te brengen. Ja. En door die beslissing. Niet te werken eigenlijk gewoon. Ja, voilà. En door die beslissing heeft DC ook gezegd van zie, in ons contract staat dat je eigenlijk wel continu moet beleveren, dus daardoor kunnen we zeker weg. Ja, omdat ze eigenlijk contractbreuk hebben gepleegd, zo gezegd. Ja. Andere mensen gebruiken daar zeggen ja, logisch of begrijpelijk. Ja. En DC heeft het gebruikt als een reden om er weg te kunnen gaan. Ja. En dat is heel, dat is alsof dat een comic book store in Amerika het nog niet moeilijk genoeg heeft ten opzichte van een Amazon en grote ketens. Ja, maar verkopen, ik ga er vanuit van wel, maar verkopen. Comic book stores toch vooral single issues. Hè? Ja. Op Amazon ga je toch geen single issue kopen? Of dat is toch minder, denk ik? Nee, maar dat is dan misschien een slecht voorbeeld, maar je hebt wel die grote ketens. Hè? Je hebt cheapcomics.com, je hebt Midtown Comics. Dat zijn ketens, die hebben echt in elke stad of in elke shoppingmall hebben die wel een comicbookstore, terwijl je kleine lokale comicbookstores ook hebt. En die leven echt enkel van single-issue verkoop, zelfs zo hard dat die in een turnover nodig hebben om eigenlijk de vorige factuur te kunnen betalen. Ja, en omdat die lockdown zo erg was voor hun, want die hebben geen stok, gelijk de Mechanic
rijen on trade paperbacks in stock, naar Europeanen zo lezen. Ja, nee, in Amerika is dat echt van, ik kom een boekje halen en dan moet ja, die waren gewoon twee jaar dicht en die hadden geen steun van de overheid. Of 2 maanden dicht. Geen steun van de overheid. Nee. Zoek het maar uit. Ja, tuurlijk. Ja. Dus dan maakt het heel moeilijk, hè. Ja. En dat DC na deze move doet, dat is ook niet interessant. Want ja, ze gaan nog eens extra transportkosten aanrekenen, omdat dat dan maar een concreet, andere... ze gaan weg bij Diamond en dan zitten ze bij een ander bedrijf. Of doen ze het zelf? Ze hebben 2 distributeurs, nieuwe distributeurs, die er helemaal geen ervaring mee hebben. Dat is UCS en Lunar Comics. En de ene is voor de East Coast, de andere is voor de West Coast. En die hebben er geen ervaring mee. Je ziet dat heel hard op die websites. En dan de informatie dat ze aan mij bieden als tussenpersoon, als retailer. Ja. Dus het is nog koffiedik kijken, want na volgende week gaat de eerste week zijn dat ik voor de eerste keer comics binnenkrijg van UCS. Maar dat, ja, we gaan dan zien wat dat doet. Hè. En waar kan dat dan zijn? Dat ze beschadigd aankomen? Of dat ze of dat net het, of niet, het aantal maar, niet klopt? Of dat, dat ze hun een deadline niet halen. Ja, ja. Ja, ik ja. heb daarnet nog gekeken op mijn vluchtplan van mijn vliegtuig. Mechanic Airlines. Ja, ja. Of gewoon, ja, nee, dat wordt altijd... Zo goed gaan de zaken ook weer niet. Helaas. Nee, maar zulke vracht wordt altijd meegegeven met passagiersvliegtuigen. Daarom dat ook de laatste 2 maanden... we onze deadline van woensdag, nieuwe comicboekdag, met heel veel moeite halen. Terwijl dat er veel makkelijker ging, omdat er vliegen niet zoveel passagiersvliegtuigen tussen Amerika ja, en Europa. Ja, sowieso nu. Je mag van als Amerika maar Europa niet binnen. Dus. Nee, maar we zullen wel nog altijd een vliegtuig vliegen voor een bepaalde specialetjes. Ja. Die worden dan volgedouwen met vracht, waaronder comics. Maar nu moet dat dan nog van een andere distributeur er ook nog bij komen. Want ja. Ik pak altijd 1 vlucht, dus we moeten dat samenvoegen. Maar nu is het nog maar te zien of UCS de deadline gaat pakken. Want ja, Diamond krijgt voorrang bij mij, omdat dat de rest is. Ja. En dan heb ik liever... Hoeveel procent van jouw comics... Hoeveel procent van de comics is nu Marvel, DC en overig? Ik zou zeggen... Jij doet ook nog manga erbij zitten? Ja, ja, natuurlijk. Kom je uit Amerika? Vergeten? Die komen ook uit Amerika. Die komen ook via Diamond binnen. Oh, ja. Dus laten we zeggen dat we zitten met 25-25, Marvel DC, ja. 30 manga. En dan zitten we op 80 en dan nog eens 20% de rest. Juist. En hoeveel is Image daarvan? Is van die 20% dan 10% de helft? Dat zal 10% nog eens Image zijn. Pas op, je Dark Horse doet het ook wel goed. Ja. Ook wel naadloos overgang. Merci daarvoor. Graag gedaan. Er is ook nog iets anders gebeurd in de comicboekwereld. Namelijk? Namelijk. We weten dat Predator en Aliens bij Dark Horse zaten. Ja, ja. Conan zat er ook bij. Maar Conan, die rechten, dat zit allemaal bij Fox. Fox is overkocht door Marvel. Dus, het was maar een kwestie van tijd. Fox is overkocht door Marvel, door Disney. Door Disney, hè. Disney. Fox is overgekocht door Disney. Maar de uitgeverij van Fox zit er ook bij Disney, dus ook bij Marvel. Ja, dus de uitgeverij van Disney is Marvel. Ja. Ze hebben dat al met Conan gedaan. Conan is nu nog Marvel, wordt onder Marvel uitgegeven. Je hebt al eens crossovers gedaan met die Avengers en dergelijke. En van de week is dan het nieuws buiten vrijgekomen dat Marvel nu ook Aliens en Predator gaat uitgeven. Ja, wel cool. Ja. Dat is leuk. Ja, dat is een fantekening, maar ik zou er niet van verschieten dat ze... Dat ook echt gaan. Ook op den duur crossovers gaan zijn, dat die Avengers tegen Aliens gaan vechten, en dan de Predator maar achter Wolverine boekjes zit. In 92 hier waren er boekjes van Dark Horse, van Alien en... Ja. Of 92 was het dan? Dat was de... Mijn eerste boekjes die ik hier gekocht heb, was onder andere iets van Sin City of weet je wat. En dat was Dark Horse, de stripfilming van Alien 3. Ah, zie. Dat is allebei Dark Horse. Dus ja, dat is wel een zware dobber, hè. En dan zag ik op dit boekje van, Hellboy. Ja. En dan heb ik ook Hellboy Seeds of Destruction. Dat is ook zo. Ja. Dat is in die periode. Gewoon omdat je dan dat boekje doorbladert. Dan ziet daar komt ook uit. Oh, dat ziet er ook wel cool uit. Zie. Dat is voor dingen, voor Dark Horse is deze weer een zware dobber. Want ze zijn in de tijd zijn Star Wars kwijtgeraakt. Ja. Dan Conan. Ja, dan en dat moet wel eerlijk gezegd. Buffy the Vampire Star Slayer. Star Wars hebben ze bij Marvel wel echt heel goed gedaan. Ja, 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 dat zijn ze helemaal terug opnieuw. Die hebben ze wel echt, dat hebben ze mooie, daar hebben ze goede schrijvers en tekenaars op gekregen. Ja, klopt. Dat is niet dat ze daar, ze hebben dan zo van, nou is dat ook van ons. Ze hebben daar ook echt al met veel liefde en 100.000 variant covers en heel veel geld. Ja, dat is de commerce erachter, maar de verhalen zijn ook heel sterk. Ja. Hè? Een Jason Aaron heeft erop gezien. Is dat met Conan ook gebeurd?
Ja, ook, zijn die, dat is ook Jason Aaron. Ook een dus dat zijn wel sterke creatieve teams die ze erachter zetten. Ja, absoluut. Zeker in het begin nu toch. Hè, als daar begint te verstaan. Want ja, het is natuurlijk altijd wel zo dat ook bij Dark Horse, daar zitten niet de toppers zitten daar. Of daar zitten een paar toppers die solo gaan. Hè, de Frank Millers of de Mark Mignolia's. Omdat die dan hun eigen rechten, maar de rest... Goh, voor de rest gaat naar dingen. Hè. Jeff Lemire is er iets aan toen. Ze hebben Stranger Things. Hebben ze dus dat zijn wel allemaal namen die goed zijn. Maar ook Buffy the Vampire Slayer is er ook weggegaan. Dat is ook nog boom. Dus ze zijn echt wel terug een niche uitgeverij van horror en dergelijke ontwerpen. Ja, want op een gegeven moment was dat... Toen ik die boeks geschrok, was dat even groot. Als, nou, niet als Image natuurlijk, maar was na Image de grootste... tuurlijk. Maar nu heb je wel uitgeverij, gelijk Aftershock... IDW sowieso. Ja. En zeker Boom Studios. Dat snap ik ook niet zo goed. Het IDW die brengt er ook heel veel retro dingen uit. Ja. Dus die hebben dan met Marvel een overeenkomst dat zij die oude rommel nog aan. Ja, en ook voor de kids brengen ze ook met Star Wars en Avengers of Spider-Man Adventures. Star Wars Adventures brengen ze ook wel. Dus dat is een soort van deal. Dat ze naar een doelpubliek, naar een jongere generatie, onder de 10 jaar, onder de 11 jaar. Oh ja, dat doen ze brengen. Want die artist editions, die zijn ook vaak IDW. Ja, ja ook. Wat een heel mooie uitgaven zijn, maar dat is wel Marvel property. Ja, maar zij doen waarschijnlijk de moeite om die dingen te gaan inscannen bij verzamelaars. Ja. Om die dan op artist editions te geven. Ja, dat zijn veel te dure, maar hele mooie boeken. Ja dat klopt. Maar ja, ik ben wel benieuwd. Het was wel een beetje op, hè, wat ze bij Dark Horse... Ik bedoel, dat Fire and Ice, of hoe heet het daar? Ja, dat was Fire and Stone. Dat was nog oké, maar het was wel... Van jongens... Ze hebben het gehad, hè. Ja. En deze zal wel waarschijnlijk weer voor een nieuwe winst zorgen. Dat waarschijnlijk de franchise... weer. En haal ze ook nog eens uit elkaar. Zorg dat het niet allemaal door elkaar... Ja. Predator en Alien is niet eens franchise. Dat zijn twee verschillende franchises. Nee, maar ze doen dat veel te graag omdat dat zo populair was, die film. Hè? Ja. Zeker alle tweede films. Die tweede film was verschrikkelijk slecht. Hè? Die eerste film was redelijk slecht. Ja. Maar die tweede film... En maar je hebt er nog altijd wel fans van. De comicbooks waren wel leuk. Ja. Tot op een bepaalde hoogte. Maar op een gegeven moment was het ook uitgemolken. Ja, hoeveel keer kun je gewoon lopen van Alien of de Predator? Ja, precies. Dat het wel gaat, hè. Ja, en ik vind het inderdaad, haalt uit elkaar. Het zijn twee franchises. En, voilà. Nog één ding, voordat we aan de comics gaan beginnen, is ook niet onbelangrijk. Free Comic Book Day is niet doorgegaan. Ah ja. Omdat, ja. Ja, dat, ja. Het was toen... normaal is Free Comic Book Day altijd de eerste zaterdag van mei. Ja. De eerste zaterdag van mei waren wij niet open. Wij mochten niet open. En laat staan dat je even zegt van, ah ja, we gaan 500 à 1000 man aantrekken om gratis comics te delen. Nee, dat zou niet. Dus dat is eigenlijk dat is een internationale feestdag. Dat gebeurt in alle comic book stores. En de grote organisator heeft beslist om in plaats van een Free Comic Book Day er een Free Comic Book Summer van te maken. Wat betekent dat wij elke week op woensdag dat de nieuwe comics er zijn, zullen er ook nieuwe free comics zijn. Ah ja. Dus mensen die bepaalde titels willen, ik kan elke week waarschijnlijk een dag op voorhand of in de nieuwsbrief zondag ervoor aangeven wat er vanaf woensdag beschikbaar is. Als dat op is, is dat op. Als dat nog niet op is, dan heb je de chance. Dan blijft het gewoon staan. Dan blijft een hele zomer staan. Maar als het op is, is het op. En ik neem ook geen reservaties aan. Okay. Anders is het... Dan is het hele ding er een beetje af, hè? Voilà. Ja. Alleen, de mensen met een vaste poollist, die krijgen dat wel, omdat die ook elke week er staan voor hun schufjes leeg te maken. Dus dat is bijvoorbeeld... Zoals ik. Zoals jij. Dus daar heb je de chance. Ik krijg voorrang. Yes! Eindelijk! Rustig. Eindelijk! Van deze podcast, de Mechanicast, gaat waarschijnlijk dinsdag of woensdag online. Dus dat zijn we wel de 8e juli. Maar, ik weet het, het is al 15 juli, maar we gaan deze woensdag toch al beginnen. Ik kan dat niet laten. Met twee nummertjes zijn dit. SOS, Support Our Shops. Dat was iets door Aftershock uitgegeven. Met allemaal kort verhalen over de voorliefde voor comic book stores of comics in het algemeen. Voilà, die ben je al kwijt, want die wil ik gewoon zelf lezen. En deze week, dat gaat in de volgende Mechanicast komen, want deze is de Mechanicast over juni. Ah ja. Deze week... Oeh, maar dit zijn... Wacht, dat je ons wil ook onderbreken, hè? Ja. Maar dit zijn dingen die jij wegdoet. Die dit, geef... zijn, dit zijn niet... Dit zijn niet... Nee, dat niet. Dan die niet. Maar dat is een speciale, hè. Ah, oké, okay, alright. Zo zijn we, hè.
En deze is Firepower, die is deze week al in trade uitgekomen. Maar omdat heel die timing niet klopte, want ze hadden die dingen al gemokt, en dan zou eigenlijk vandaag Firepower, de trade paperback, uitkomen. Ja. Hebben ze gezegd van, weet je, geeft die ook maar al weg. Dus dat gaan we vanaf deze woensdag ook doen. Firepower van Robert Kirkman van The Walking Dead. Alright. Super. Dus een soort van Iron Fist verhaal. Met een kerel die in een tempel gaat kung fu leren. Ja, wel getekend ook. Door Chris Samney. Chris Samney, daar hoorde die naam heb ik ook al eens een paar keer gehoord. Dus wel ook iets plezant, kung fu comicsje. Ah ja. Die is ook al voor u dan. Dus voor zij die die willen. Vanaf woensdag zijn ze verkrijgbaar. Van die heb ik er 100 liggen. Van die SOS shops heb ik er 50 liggen. Dus voor uzelf om in te schatten wanneer dat die op zijn. Hoeveel klanten per dag dat ik heb. Ja, 15 per uur. 15 per... Nee, per half uur. Per half uur. En liefst zelfs... dat hangt er vanaf hoe lang dat ze blijven hangen. Ik vind het wel leuk, die stijl is echt zo een beetje oldschool. Ik heb dat wel echt graag. En leuke, vloeie kleuren, dat is... Dus met dit logo erop, dat zijn de echte Free Comic Books. Ja. En daar komen dus nu gewoon elke week een paar van uit. 5 à 6. Ah, zoveel? Ja, ik heb 40 titels besteld en over de volgende weken altijd 5 à 6 titels. En dat is in alle comic book stores, is dat zo? Ja. Maar vooral in de mechaniek. Nee, maar ik bedoel, in Amerika is ook zo. Ja, dat is eigenlijk de bedoeling. Ik heb het niet over die andere comic book stores in België. Ik heb het over Amerika. Ja. En er zit daar van alles tussen. Er gewoon Teenage Mutant Ninja Turtles en Street Fighter. Er zit manga tussen. My Hero Academia bijvoorbeeld voor de liefhebbers. Ja, dat vind ik ook leuk. Spider-Man en Double Trouble. Spider-Man met Venom. Die we eens al een paar podcasts geleden hebben gedaan en dat geïnteresseerd zijn, kunnen dat dus als staaltje al lezen. Hè? Want het is nog altijd de bedoeling. Ja, het zijn staaltjes of nieuwe titels die nog tie-ins van bepaalde verhaallijnen. Zodat je mee bent met wat er ondertussen heerst of wat dat je echt iets geïnteresseerd hebt. Ja, het zijn samples eigenlijk. Hè? Samples. Het is een beetje. Een beetje sampling. Hè? Ja, keileuk. Voilà. Goed. Dat is een beetje wat er ondertussen gebeurd is, wat ik te melden heb. Je hebt mij vorige keer de. Of 2 keer terug of zoiets. Of zit hij ertussen? Het feit dat die trailer vandaag heb ik vandaag gezien van die Netflix-reeks. The Old Guard. Old Guard. Ja. Ik heb dat eigenlijk is een boek wat ik ook gelezen heb dan. Ja. Jij hebt me dat verkocht. Dat was keigoed, dat boek. En die trailer ziet er echt zeer goed uit. Ja. Ik ben heel benieuwd. Dat gaat echt goed zijn, denk ik. Matthias Schoenaerts en Charlize Theron. Ja, Matthias Schoenaerts zit er ook nog mee. Maar ondanks dat ziet het er ook echt goed uit. Het ziet er ook... Het is ook heel comic book. Nee, ik bedoel, het ziet er echt goed uit. En comic book getrouw. Maar wanneer gaat hij beginnen? Dat weet ik nog niet. Over 2 weken of zo. Eind deze maand? Zoiets. In ieder geval, ik heb vandaar die trailer gezien. Het zag er echt goed uit. Want vorige keer heb ik gezegd dat er ondertussen loopt er een tweede reeks van. Komt de tweede... ding is ook niet bijna uit. Er is één een trade en een tweede trade loopt nu in single issues, denk ik. Ja, ik heb die al aangekondigd gezien staan ergens. Ja, Force Multiplied. Ja. Ja. Klopt. Keigoed. Maar goed, dat wou ik even zeggen. Onsterfelijke mensen, huurmoordenaars, en die worden ineens hun geheim worden ontdekt. Ja. Super interessant. Vond echt goed gedaan. Vond echt een goede comic. Ja, goed geschreven, goed getekend. En ook met flashbacks en zo. En daar pakken ze ook heel comic book getrouw. Ja, die reeks ook. Want je ziet in de trailer zie je al dat ze naar de middeleeuwen gaan en shit. Ja. Dat is zeker weer iets dat, in mijn ogen, ik hoop het, als ik moet vergelijken, de niveaus gaan behalen van de Lock and Key en een Umbrella Academy. Ja. Dat is, het voelt ook een beetje, het voelt qua thema een beetje Highlander aan ook, ja? Ja, voilà. Voilà. Nu dat het over Netflix-reeks gaat, wordt aangekondigd nu dat Neil Gaiman met Netflix een verfilming eindelijk is begonnen van The Sandman. Ah ja, maar dat gaat... 100 keer is aangekondigd en dat nooit doorgaat, dus we zullen zien. Maar dat gaat ook heel moeilijk zijn, hè. Als je ziet naar The Sandman, naar die comics, dat is heel... Spacey. Spacey en fantasievol. En om dat in beeld te brengen, dat gewoon... Ja, wie deed dat nog weer? Wat dat in de tijd is met Doctor Strange, toen die film ging uitkomen, waar we ook ons zeggen van, is dat wel doenbaar om dat op het schoot te het allerraarste, en ik ben er zelfs afgehaakt dat het voor mij te raar was Legion. Ja, dat is ook Ik bedoel, als het over Spacey, rare, gekke, hoe het er allemaal uitziet, dat voor mij ging dat... Maar daar hebben ze ook een heel eigen ding mee gedaan. Hè? Ja. Legion is normaal een keer, je zit veel in je eigen kop. Maar in zijn eigen kop, maar daar hebben ze echt hun eigen dingen. Ik heb daar het eerste seizoen, ik denk dat ik het helemaal heb uitgezien, maar niet begrepen hoor. Ik heb het gezien, maar ik snap er geen over. Een beetje schizofrenie, daar gaat het over. wat nieuwigheden, je merkt wel dat de hele comicbookmachine rustig op gang komt. Ja.
Marvel heeft bijvoorbeeld de verstandige keuze gemaakt van een hele hoop titels te cancelen. Ah, ja. En te knippen in hun aanbod, waar ik heel blij voor ben. Want, in de tijd, een beetje overaanbod, hè? Ik heb een paar afleveringen geleden ook eens gezegd van, ja, ze zijn te veel aan het doen en ze groeien morgen en alles wat blijft plakken doen ze vet. En anders doen ze even een miniserie op 5 afronden, up, ja, volgende. Ja, ja. Gevoelde de commerce. En nu gaan ze echt wel meer kwalitatiever zien. Okay. Dus ik heb heel weinig single issues aan te kondigen, want er is heel weinig nieuw gestart, omdat die programmatie van al die comics ook met 2 maanden doorgeschoven. Dus ja, en het is misschien nu ook niet het moment om nieuwe dingen te starten. Of te proberen, allemaal... nee, voilà. En zeker, ja, in Amerika is het, wij zijn nu, hè, als het hoop met een beetje geluk is het een beetje aan het afronden hier, dat hele corona-verhaal. Maar in Amerika is het einde nog niet helemaal in zicht, omdat ze daar een of andere mentaal gehandicapte oranje aap hebben die niks aan het regelen is. Maar, En nu bedoel je dat hij mijn mondmasker moet dragen. Dat is... Ja, ik heb nu gelezen dat het lief van zijn dochter ook besmet is. Of van een kind van hem. Ja, trekt hij zijn eigen dat aan? Ik denk dat hij zelfs niet heel familiaal ingesteld is. Maar bon, dat is niet voor deze toestand. Nee, tot zover de politieke discussie. We hebben het over fictie. Ik wil gewoon zeggen dat het nog niet in Amerika is het einde nog niet in zicht. Dus daar gaan ze nog een beetje oppassen. Met... Dus daarom, ik denk dat qua uitgaves het vrij beperkt blijft. Maar toch alleszins wel een paar nieuwe dingen. Qua single issues bij DC, een beetje nostalgie. Batman, The Adventures Continue. Ik heb hem hier toch liggen, dacht ik. Ik heb hier een variant cover voor u om in te kijken. Voor zij die dat kennen, Batman, The Adventures. Dat is terug een verderzetting van de bekende animatiereeks. Hè? Ja. De fantastische animatiereeks. Ja, van Paul Dini en Bruce Timm. Bruce Timm. Gebaseerd op, eigenlijk een beetje gebaseerd op de jaren 30 Superman tekenfilms van Max Fleischer, hoe noemt hij die gast? Ja, voilà. Dat was daarop gebaseerd, gekoppeld aan de Tim Burton... een beetje combinatie van al die dingen. Maar het had wel, die stijl was heel tof, dat gehoekt. Je hebt bijvoorbeeld dingen, je hebt Powers van Brian Michael Bendis en Ooming. En Ooming gebruikt die stijl heel hard. Ja. Met in deze bijvoorbeeld, in Batman Adventures Continue, vind ik het niet zo helemaal geslaagd. Ik heb er ook geen pdf'je van, dus je moet het naar de camera houden en je het wilt laten zien. Het is oké, het is een beetje verliefd. Het was al een versimpelde stijl en deze is nog versimpelder en dan verlies je de charme van de originele comics, vind ik. Er zit een soort Iron Giant achter een slechterik in. Ja, pas op, het is een Iron Giant, maar er zit iemand in. Kon ik niet verklappen, maar het is de villain van Superman. En is dit zonder, is met Robin of zonder Robin? Met Robin, maar in deze nog niet. Robin gewoon nog wel. Want dat was, ik vond die tekenfilms ook alleen maar leuk als Robin er niet bij is. Ja, voilà. Dat hebben we. En iets anders, dit is een feestje. Hè. Voor iedereen vond het originele cool. Dus we zijn nu aan de volgende, Dark Knight Death Metal. Het is meer van hetzelfde. Hè. Hier zitten we met een ding, met een Wonder Woman, met een kettingzaag. De villains hebben wel gewonnen. Hè. Hier heeft Perpetua de aarde overgenomen. Hier hebben een verbrande Swamp Thing bijvoorbeeld. Ah, ja. Ook super cool. Dus de Dark... Ja, niet voor hem, denk ik dan. Nee, super hot dan. Ja. Hier, een onzichtbare ding die we toch kunnen zien. En dan hebben we iets leuk, hè. Want met Dark Knight's Metal hadden al een hoop verschillende Batmannen. En die een trend zetten ze naar voort. Je hebt bijvoorbeeld een T-Rex Batman. Ah, dat is ook een Batman? Ja. Je hebt een Batman Beyond, maar een andersom. Ja. Wel, Batman... Deze pak is andersom. Ja, zwart meer rood. En, dus heel cool, hè. Hier zit hem in de mond van Batman, van een T-Rex. Maar dat bleek dat zijn... Wat was dat? Hoe zijn origineverhaal ging normaal geschreven worden door Warren Ellis. Maar dat ging niet door, omdat er weer een MeToo-beweging bezig is. Tegen Warren Ellis? Ja, ook, want hij heeft ook wat gefoefeld met vrouwen. Gefoefeld met vrouwen? Ik denk dat de beste... Jens kleineert het MeToo gegeven. Je mag gevoel bij vrouwen. Nee. En dan kon het Batman niet meer schrijven. Ik kleineer dat niet. Dat zal wel ergens een vogel van waarheid uit. Gevoel bij vrouwen. Maar bon, deze Batman, de Batcave stortte in en hij moest zijn bewustzijn uploaden in de T-Rex robot dat er staat. Ja. Dus dan zie je hem erin. Voilà, super grappig.
Dit is zonder een tekstballonnetje. Ja, deze is een preview, hè. Ja, dus dat is zonder tekstballonnetje. Het gaat zelfs zo ver dat je zelfs... Oh. Hier zie je... Gekke Joker, Robin. Je hebt een Gotham, dat ook Batman is. Dus Batman is een levende stad ook. Dus het gaat zelfs zo ver. Ze hebben echt alle soorten nieuwe. Dat is tegeniger voor mij. Dus ja, dat is dingen, hè. Dead metal. De gewone Batman heeft een zeis. De gewone Superman is zo een hybride tussen Superman en Darkseid. Ja. Dus ja, dat is gewoon hardcore, hè. Allee, of dead metal. Maar daar is een soort fanbase, want mensen vinden dat leuk. Okay. Dat is gewoon super rauw. En dan iets anders. 80 jaar geleden is er blijkbaar heel veel tegelijk gebeurd. Ja. Je hebt alles, echt. Vorige keer is Robin 80 jaar geworden, een paar maanden geleden. Zou je niet zeggen, ze is nog goed uit. Maar ja, hij draagt nog altijd een sponsor groen broekschip. Ja. Maar ook Catwoman is 80 jaar geworden, de Joker is 80 jaar geworden, en de Green Lantern is 80 jaar geworden. Die hebben allemaal hun eigen dingen gekregen. Ah, ja. Ik heb niet de moeite gedaan om ze te pakken. Zelfs de Joker is helemaal op, want ja, dat is de Joker. Maar die hebben allemaal hun 80th anniversary. We hebben daar schijnt een hele leuke podcast over gedaan. Er is daar schijnt een hele leuke podcast over. Joker, 80 years, the clown prince of crime. Daar komt, wacht, wanneer komt dit? Dinsdag? Oh ja, vandaag ook ongeveer. Dus mensen, als mensen dit zien, komt de podcast. Als ze meer willen weten over de geschiedenis van de Joker en zijn beste verhalen en wat dat wij eigenlijk vinden over de films die rond de Joker gemaakt zijn, samen met een Alex hebben we een podcast gemaakt. Ja, vorige week opgenomen in Joker. Ja. En dat was heel gezellig. En is dit ook, maar is het ook de moeite of is het echt alleen maar leuk voor... Om... Goh, het is leuk voor de fans van het figuur. Want er zit eigenlijk zo'n 100-page spectacular. Dat zijn allemaal kort verhalen over die figuren. Zelfs bij de Joker zit er dan weer een origineverhaal in van een nieuw figuur. Punchline. Die een tegenwicht gaat moeten bieden tegen Harley Quinn en dergelijke. Dus en dit is... Ja, ik heb dat ook. Ja, 5 jaar geleden was het 75 jaar, dus over 5 jaar komt 85. Ja, dat is typisch iets Amerikaans om elke keer een anniversary te doen. En daar zit er wel altijd een beetje... Mad Love zit er altijd in. Er zit iets van Hush in, zit iets van... Death of the Family zit er ook in. Zit iets van Killing Joke in. Ja. Dat is ook een soort sampler. Het is wel, ze laten ook bijvoorbeeld zien wat hem normaal gezien zou sterven in een tweede, in een 12e issue van The Batman, denk ik. Ja. Maar dat niet doorgaat en hem dan zogezegd ineens in een ambulance nog tot leven komt. En zo. Er staan ook zo'n stukjes tekst in van diverse mensen. Ja. Het is wel leuk. En in principe voor zo'n dik, mooi uitgegeven boek is 30 euro valt dat goed mee. Ja, dat klopt. Dat is echt wel voor zijn... Maar ja, het is ook samples. Ik bedoel, het staat niet de hele Killing Joke in. Hier, er staat ook een stukje Hush in. Dus het is ook een beetje sampling. Ja, terwijl Hush eigenlijk voor mij, wat mij betreft, voor de Joker helemaal niet van toepassing is. Dat moet eigenlijk niet... Dat is eerder een belangrijk Batman verhaal dan een belangrijk Joker. Ja, voilà. Dus daar hebben ze vooral erin gezet vanwege de tegenstel van Jim Lee. Dat zijn gezicht eraf gepulkt heeft, dat staat er ook in. Dus het is wel... Dus het is wel... Voor mensen die niks van de Joker kennen, of weet ik van wat, is dat dan, wel een leuke... Dan hebben ze daar al iets mee om zo'n soort stijlen, want dat is dan juist de Joker doorheen de tijd, heel veel verschillende stijlen gehad. Ja. Maar daarover kon ik niet uitweiden, want daar hebben we een aparte podcast van, en dat is een podcast. Ja, voilà, inderdaad, daar hebben we er helemaal over geballen. Het is dat. Dat was DC, wat qua nieuwigheden. Oh. En dan hebben we Marvel, hebben we ook niet veel, hebben we ook nog twee. Maar een heel speciale is Marvel Snapshots, die van Captain America. Hè? Ja. We hebben al een tijdje geleden gezegd dat Marvels en nu Marvels Snapshots, een beetje in dezelfde trend als Marvels, verhaalt over eigenlijk een superheld in de echte wereld. Ja, gezien door de echte mensen eigenlijk. Ja, en deze is eigenlijk over een jonge gast in Brooklyn. Die ploft een bom in New York. En, dat is een foute link. Oeps, daar heb ik fout gedaan. Maar het gewoon iets terug. Hop. Ja, jongens. Dus ik heb het niet laten zien. Amateur. Maar, het gaat erover dat er, voilà, dankjewel, dat er een bom ontploft en heel New York werd wel terug opgebouwd, maar Brooklyn niet. Dus dat doet zo een beetje denken aan, vroeger was dat ook, hè. Dat Brooklyn een beetje achterop gesteld was. Ja, ja. Je ziet dat heel hard in die Netflix-serie over Flash, Grandmaster Flash. En ja, zo. Ja.
Die, ja, dat zijn die. En dan in een gast die zo in een Radio Shack werkt en werd ingelijfd door één Advanced Idea Mechanics. Omdat hem zoiets heeft van, ja, weet je, oké, die werken ook met wapens en dergelijke, maar ze beloven mij wel goed en ze kunnen mij betalen, terwijl ik niet kan gaan studeren omdat onze pa geen geld heeft. Ja. En dan een stukje bij beetje werd er wel duidelijk dat hij toch voor de evil gekozen heeft en dat Captain America hem daar redt en hem mee gaat helpen. Dus eigenlijk minder eigenlijk op Captain America gebaseerd deze comic, maar eigenlijk vooral op die gast die met die dingen te maken krijgt. Ja. Ja, het is echt door de ogen van door de ogen de van jonge gast. Mannetje. Ja. Ja. Die is een geloof in de mensen. Het is redelijk leuk getekend. Ja. En Mark Russell, ja, ik ken die allebei niet. Mark Russell en Ramon Perez. Yes. Nee, Steve Root. Wat? Waarom stond er Steve Root? Nee, Mark Russell is de schrijver. Ah, dan hebben ze... Ja, dan was dat in de tijd nog geplukt als Steve Root, maar nee, dat is niet meer. Staat ook op de... Ja, ja, inderdaad. Alright, en dan hebben we nog iets anders. Misschien dat jongen heeft zich niet toeken. Dat kan. Is er nog iets nieuws begonnen bij Marvel en dat is Empire. En ik weet niet wat dat is. Het is weer zo'n Road to en Nul. Het is weer zoiets intergalactisch. Want deze is de Avengers deel ervan. Dit is Avengers nummer 0, Empire. En ze vliegen naar de maan. En nou de blue side of the moon. En de blue side of the moon blijkt de green area of the moon. Als je weet, dit is de checklist. Ja, maar dat is toch een checklist pre-corona. Dus de checklist is al een pak minder. Ze hebben er al een hoop van. Ah, is dat echt? Ja. Ze zijn al een hoop gesnoeid. Dus ze zijn voorzichtig geworden. Ah ja, want die is uit april, mei, juni. Ja. Maar hier zitten mijn dingen, hè. Maar goed, je hebt dus weer een zesdelige reeks. Ja. Ze flikkeren er weer 100 miljoen andere dingen omheen. Het is wel... Nou, het is wel heel schoon getekend, ja, het is wel knap sowieso. Gemaakt. En voor de liefhebbers, we krijgen terug een verschijning van Swordsman. Dat was ooit een leraar van die Avengers. Die leerde bijvoorbeeld Hawkeye zwaard vechten en liefde nemen voor andere wapens en dergelijke. Maar wat dat het gaat zijn, het is iets met een hulkling. Dat is een Kree of een Skrull. Ja. En het is weer een Kree-Skrull Wars. Hè. Het gaat wel iets intergalactisch zijn, maar ik weet het echt niet. Maar deze is in ieder geval wel een heel toffe arc waar het die Avengers weer, weer wat te doen krijgt. Empire Reunion. Van... Ja, het is heel veel. Avengers Fantastic Four. Dance het is weer een intergalactische strijd. Invasion of Wakanda. Ik denk dat het een beetje in de stijl gaat zijn van Infinity in de tijd van Jonathan Hickman. Ja, ja. Met Thanos ook. Dat ze ook weer een... Gewoon te ingewikkeld voor mij. Ze gaan weer iets... Ik heb het nooit niet dat ze in de ruimte gaan vechten. Ik bedoel, Avengers zijn earthbound, vind ik. Die moeten niet te veel in de ruimte gaan doen. Die moeten eigenlijk niet moeien mee. Je vindt Fantastic Four is dan meer in de ruimte? Of? Ja, voilà. Okay. En de X-Men ook. Ah, X-Men ook? Die hebben toch de Shi'ar en zo. Ik bedoel, Charles Xavier heeft toch een MeToo gedaan met een van de Shi'ar. Ja, maar ja, ik vind X-Men ook een beetje earthbound. Maar goed. Oké. Okay. Dat is uw mening. Is ik heb mijn mening. Ja, dat is, wij hebben respect voor wel. Weet dat zo? Ik weet dat niet. Ja, jij weet er gewoon meer vanaf. Wat heb je nog? Oh, dat was het al. Dan hebben we nog andere dingen. Ah, ik ben heel blij. Want, het is weer een one-shot. En het is niet genummerd, dus in principe is het nieuw. Maar het is eigenlijk de tweede keer dat ze het doen. Ik hoop dat je het eigenlijk nog herinnert. Er is terug een Black Hops. Oh, nee. Oh. Black Hops. Deze keer Hair Trigger. En Black Hops krijgt deze keer toch maar even steun van Petri Otter en Rigger Tortis. Vind je dat tas? Nee. Dat is gewoon een woordspeling dingetje. Ik denk ook dat ze eerst die woordspelingen maken en dan die figuren tekenen. Dat is een woordspeling dingetje. Kom, geef dat maar eens hier. Is dat dan ook iets? We hebben Black Hops, USAGI Hair Trigger. Hair? Haas? Leg de woordspeling ook nog eens uit, man. Het nieuwe nummer na Buns of the Patriots. Jij bent de enige. Je bent de enige die dat leuk vindt. Niemand... Dit is super tof. Dit is 40 pagina's woordspeling is dit. Om €3,99. Voor €3,99. Dus de bijzonder
hardgetrainde, door de CIA getrainde konijn heeft nu weer nee, een haas, hè? Haas! Nee, de naam is Hairtree. Ze doen alles, ze doen alles. Dat is toch een konijn, dat is geen een haas. Ja, die heeft weer nieuwe... nieuwe avonturen. Nieuwe avonturen. Lees je dat weer effectief? Tegen, ja, nee. Lijntje, ik moet het nog lezen, maar... Ik moet het nog lezen. Hier, een lijntje met een muis in zijn bek. Fantastisch, toch? Ja, fantastisch. Black Hops, nieuwe nummer. Allen daarheen. Ik heb er wel maar één issue in huis gehaald. Ja. En volgens mij is die voor je eigen, voor jezelf. Misschien kan ik er nog bij nee, bestellen. Nee, je s'avonds mee naar bed en dan... Oh, ja. Nee, dat is een ander soort bunnies dat ik daar aan kijk in plaats van... Bon, dat zijn ander soort bunnies. Ja, nee. Iets anders, het klassieker. Ik heb er geen issue niet meer van, want die zijn uitverkocht. Maar we kunnen ons weer om de nieuwe Buffy verwachten. En deze zijn Every Generation. De naam zegt het zelf. We gaan echt nog de vorige Buffy's. Het verhaal wil dat er altijd een Slayer is geweest. Ja, ja. En Buffy... God, een beetje de geschiedenis van de verschillende Slayers. Is daar nog een markt voor? Ja, ja, Buffy the Vampire Slayer blijft vrij populair. Ah ja. Ja. Ja, ik vond dat wel goed. Ik bedoel, ik heb daar gekeken, hè, die reeks. Ik heb ook allemaal op DVD. Maar tegen reeks 7 was de laatste. Dan vond ik het echt rommel, hoor. Dan vond ik het echt niks meer. En dan Angel kwam er dan bij. Was ook vijf reeksen. En dan leeft nog er zijn nog altijd fans van Angel en van Buffy the Vampire Slayer. Ja. Echt wel. Onder andere Sabrina. Van... Ja, maar echt nu nog allemaal Buffy, hoor. Okay, ja, nee, ik vond dat keigoed. Het is ook leuk getekend, hè, te doen. Ah, ja. Er zit nog wel een bepaalde talent op. Het is een beetje gepixeleerd omdat we het hier op een groot scherm ontzien zijn, maar het is super tof. Wel even uit. Dat Buffy bestaat. De Buffy the Vampire Slayer. En iets anders waar uit het niks ineens gekomen is er komt nog eens een nieuwe boy. Dat... Oh. The Boys, Dear Becky. En Becky is eigenlijk dat lief dat de deur die een speedster in is. Het allerbegin. Waar we dan alleen uw armen nog van vast hebben. Ja. Deze is eigenlijk een vervolg dat die Wee Uwe nieuwe dingen ontdekt van The Boys. Oh, ja. Ook weer... blijft ook Garth Ennis en qua tekenaar denk ik ook wel dat we vrij hard in de lijn zitten van... Ah ja, hier voilà, Simon Pegg. Ja, voilà. Dus heel tof gedaan. Dus voor de liefhebbers, er is terug een boys mini. Wat natuurlijk ook logisch is, want die tweede reeks komt er ook aan, zeker. Dat is pas... Ja. In ieder geval, ja goed, dan is de trade uit wanneer... Ja, voilà. Ze hebben in ieder geval gemerkt wel dat ze het weer maken omdat de populariteit terug omhoog gekrikt is door de tv-reeks. Ja, dat was ook echt fantastisch. Die tv-reeks is ook echt is heel goed. Supergoed. En dan hebben we nog eentje van Single Issues. En ik ben er gewoon vooral fan van de tekenaar. Dodson. Hoe noemt hem? Ja, Terry Dodson, sorry. Terry en Rachel zelf, dus het koppel zelf. Ah ja. Die, we hebben Adventure Man. En Adventure Man is zo'n beetje een love letter aan pulp magazines van vroeger en dergelijke. En dat gaat over dat er bepaalde figuren vergeten zijn. En dat sommige mensen, maar twee mensen hun eigen die je nog herinneren. En dat die nog blijkbaar echt blijken te bestaan. Waar hebben die daarvoor? Wat heeft die daarvoor getekend? Want die teken vertelt, ik ken het wel. Red One, die tekent heel veel covers voor, voor Harley Quinn. Ah ja. Ah nee, of is dat Frank Shaw, dat kan ook. Maar Terry Dodson heeft ook die X-Men gedaan, bijvoorbeeld. Ik kan heel schoon vrouwen tekenen ook, hè. Heel leuk. Echt een toffe tekenstijl en geeft ook een hele comfortabele gevoel om in het te kijken. Comfortabel gevoel om in het te kijken, prima. Nee, iets. Wacht, ik ben vergeten. Red One is ook van hem. Die bombshells is ook van... Nee. Maar het is zo'n stijl, hè. Zo'n typische bombshell-stijl. Ja. Dat kun je wel benoemen. Je zou zo dat, bijvoorbeeld, hè, dat je die griet ziet, je zou dat zo op de zijkant van een vliegtuig kunnen zien. Ah ja. Snap je? Dat is zo wat die ding erin. Dus Adventure Man, ook wel heel tof. Zo'n beetje meer voor de boekenlezers, de boekfanaten, want het gaat echt ook wel het hele... Zij, begin gaat dat zij is eigenlijk de dochter
van een boekhandelaar. En zij doet haar ding er nog in, maar ze wordt mee in een avontuur gesleept dat zijn weerga niet kent. Of zoiets. Of zoiets. Dat zijn zowat de single issue's. Alright. Niet zo heel veel. Nee, het is gewoon geen ellenlange podcast zijn. Wat is het eigenlijk al? Nee, want we hebben ook bundels natuurlijk. Ah, rustig, ja. Kalm. Moet ergens zijn, zeker? Ja. Bij DC hebben we... Martian Manhunter heeft eindelijk zijn bundel. Dat was een hele tijd geleden, want het is eigenlijk best wel een dikke bundel ook. Je ziet dat, zijn toch 12 issues. Ah ja. Ook een hele toffe tekenstijl, vind ik. Toch ook speciaal. En dat gaat erover dat de Martian Manhunter... Ik ben er niet zo in thuis in die materie, dus ik ken daar geen... Hij is eigenlijk een alien met bekendezelfde krachten als Superman. Maar hij is ook telepathisch. En hij heeft ook niet shapeshifting? Shapeshifting. En hij is bang van vuur. Hij kan niet tegen vuur. Ah, ja. Maar wat blijkt, hij was ook... Want in zijn beginjaren infiltreerde hem op aarde als een police. Hier is hem als police. Maar hij was ook een police, manhunter. Dus hij zit achter mensen. Hij was ook een manhunter op Mars. Maar daar was hij een corrupte agent. En eigenlijk, nu heeft hij een tweede kans, maar komt hem dingen tegen die hij hem eigenlijk ook op Mars had gezien. En hij wordt er een beetje door, ja... Hij probeert dat terug op te lossen. En zo krijgen we een avontuur. Maar een hele speciale tekenstijl. Ik vind dat wel leuk om te zien op een of andere manier. Ik weet niet hoe... Ja... Ook het feit dat je die kerel ziet, dat je weet dat dat Martian Manhunter is, en daardoor zie je dat er een beetje aan in deze gezicht. Dat is heel tof gedaan. Maar wel brutaal, hè? Je zit hier echt met een grimoire-stijl en ja, toffe dingen. Wil je eens hebben. En achterin het boek staat The Making of Martian Manhunter. Ah, ja. En het allereerste verhaaltje, Introducing John Jones... Nee, voilà, en daar is hem dan inderdaad als zo'n detectieve, ja. Een police detectieve. Ja. Wel cool dit. Ja, een tof ding. Iets anders, sorry, heb ik wederom geen papieren exemplaar van, want die is voor het moment out of stock met Diamond. Ah, ja. En die moet dan via UCS binnenkomen, dus dat is ook weer gedoe. Ja, ja. We zitten eigenlijk, deze is eigenlijk voor die Dark Knights Dead Metal dat ik liet zien. Hier is eigenlijk The Year of the Villain, Hell Arisen. Dat is eigenlijk de road naar die Dark Knights Dead Metal. Okay. Want we hebben eigenlijk 2019 was een jaar waar echte villains de bovenhand begonnen te nemen bij DC. En vooral, ja, deze twee gasten. Hè. Je zat met de Batman Who Laughs. Ja. En je zit met Lex Luthor. Hè. En Lex Luthor gaat evolueren en de Batman Who Laughs gaat ook gaan winnen, want... Dark Knights Dead Metal is vooral de Batman Who Laughs. Ik wist eigenlijk niet dat Lex Luthor, ik wist altijd dat hij kaal was. Ja. Maar vroeger was dat een rosse. Ja, dat is. Dus die was ros. Dus ze zei, ja nee, we kunnen niet pesten. Rosse mensen, nee, dat gaat niet meer. Kale mensen. Kaal dan. Fuck die mensen. Nee. Ros is al erg genoeg. Ja. Dus we maken hem gewoon kaal. We maken hem kaal. Voilà. Nee, voilà. Dus dat is er bij DC qua nieuwe titels die nummer 1 zijn. En zijn vervolgen natuurlijk, die komen nog altijd wel uit. Ja. Maar deze qua nieuwigheden. Bij Marvel zitten we dan weer vooral met Yondu. Twee Yondu's. Dat gaat vooral over... Dit is weer zo'n beetje de overgang tussen de comics en de film. Je ziet hier heel erg dat een oorspronkelijke Yondu was bijvoorbeeld van The Guardians of the Galaxy 3000. Ik ga even voortscrollen. Die ziet er zo, als ik hem vind tenminste, als er hier in de preview hier een van staat. Die heeft een gigantische vin, hè. Die vin die gaat zelfs uit. Ja, die heeft een hele grote vin. Die heeft een heel grote vin en die heeft eigenlijk echt een pijl en boog. Terwijl dat deze Yondu, die dat wij vooral kennen van Guardians of the Galaxy, meer zo een beetje een afgeknipt hoor. De dingen is, hè, een scum, hè, die pikt, die doet wat dat hem wilt en die ziet nergens in. Hè. En daar hoort het een beetje over dat Yondu zijn achter. Het is eigenlijk een alternatieve toekomst, een Yondu, die tegen deze Yondu gaat zeggen van, hey, je hebt mij iets gepikt, waardoor dat wij onze bloedlijn gevaar loopt. Maar hij wil dat dan gewoon verkopen en geld verdienen. Geen oogvlieger, maar...
Ja, het is voor Guardians of the Galaxy. Het is wel leuk getekend. Dat wel. Ik vind, oh, pas op, zelfs dat. Ik ben niet helemaal van, maar het is oké. Het heeft zoiets, het heeft een beetje Judge Dredd achter stijl, vind ik. Ja, voilà. Een andere wat ik mijn eigen wel mee geamuseerd heb, en ik weet niet of jij hem al gelezen hebt, maar ik denk dat je hem ook wel meegepakt hebt, is Mary Jane, die Amazing Mary Jane. Dat gaat erover dat ze nog eens een keer, want ze heeft dat in de tijd al eens gedaan, in de tijd in de run van Michael Straczynski, dat ze nog eens naar Hollywood gaat, omdat ze een filmster te worden. Maar ze is effectief een filmster nu. Maar de regisseur is Mysterio. En het is een beetje een verhaal dat Mysterio in die film verheerlijkt wordt. Want ze heeft op een gegeven moment ook deur dat Quentin Beck de Mysterio is, die eigenlijk de regisseur is. En toch kiest ze ervoor om mee te blijven doen, want Quentin Beck is niet per se een slechterik. Oké. Special effects man. Ja, maar er zijn wel andere kapers op de kust, zijnde de Sinister Six komt meedoen. Ja. Een heel toffe tekenaar. Ik vind die net al veel met Marvel gedaan, denk ik, die Carlos Gomez. Ah ja. Carlos Gomez en Carlos Lopez. Dat is verwarrend in de e-mails naar elkaar waarschijnlijk. Ja. Maar dat is echt hoe moet ik dat zeggen? Die een heel dynamische stijl, hè. Ook heel tof getekend. Ah, dat ga ik misschien toch mee pakken dan. Ja, met een Sinister Six is ook altijd staan, tof. Die moet terug binnenkomen ook. En heel veel mopjes nog Spider-Man, dat zij weet dat Spider-Man is ook lief eigenlijk. Ja. Dan maak ik het heel fun. Dus ja, daar is nu een bundel van, The Amazing Mary Jane. Alright. Heel tof. Ja, nee, meestal laat ik dat links liggen, maar dit ziet er eigenlijk dan toch wel tof uit. Het is ook zo, het is ook nog maar een nummer 1. Het is, je zou denken dat dat een miniserie is van 5, maar het is zo populair dat ze er vervolgen over rijden. Alright, ja. Cool. Die gewoonte nemen ze nog wel, dat ze durven het uitmelken totdat de populariteit zo gaat liggen. Zo hoort dat. Ja. Meer van de indies vooral. Deze vond ik een hele interessante, omdat die er ook heel goed uitziet, is die Ride. Dat is echt meer een crime noir over iemand, een ex-gedetineerde die dan als buitenwipper werkt in een dansclub. Waar iedereen zegt van het is een stripclub, maar het is eigenlijk een dansclub. En zij gaat voor iedereen hun problemen oplossen. Dus heel crime noir, maar heel rauw. Terwijl het eigenlijk de stijl best wel toegankelijk is voor eigenlijk iedereen, gaande van jonge tieners, meisjes. Tot een deurgewinterde comic book lezen. Het is wel een vrouwelijk hoofdpersonage. Het is een vrouwelijk hoofdpersonage. Hè. Zij is... moet ik het zeggen? Voilà, hè. Zij was ook detectieve geweest, maar dan heeft ze iets fout genomen, dus in de bak is gekomen. Maar dan komt de gaandeweg ook wel te weten wat dat ze heeft gedaan. En ze wil haar herwonnen vrijheid ook wel riskeren voor alles goed te maken in die dansclub. Dus maakt het heel tof. Op een gegeven moment ook, eigenlijk dat de cover het zie, kon ze iemand afmaken, maar dan met een unicorn pak. Heel fun, heel sexy. Toffe comic. Heel fun, heel sexy. Iets anders, dat ik geen papieren versie van heb, maar ik wil het wel gewoon omdat we... ik vind het ballsy dat ze het uitbrengen tijdens deze tijd. Is Pandemica. Pandemica is een comic van een novelist, Jonathan Mayberry. En dat gaat over dat eigenlijk de Amerikaanse staat een soort van purity bomb, een soort van cleansing virus op de bevolking aflet. Waardoor dat mensen eigenlijk zouden beter worden en braver worden en weet ik veel wat. Ah, ja. Maar is er iemand die dat er tegen kan en dat gaat proberen er tegen te gaan. Maar best wel een coole comic. Maar heel, heel Amerikaans gericht. Maar ik denk ook wel dat het ook vooral weer met heel veel, moet ik het zeggen, commentaar op de Amerikaanse, de huidige Amerikaanse toestanden is. Een rauwe comic, maar heel tof om te lezen. Oké. Okay. Best wel de moeite. Maar ziet er wel goed uit, ja. Zelfs eentje met commentaar op Amerika heb ik ze biedt zelfs nog een betere, dat echt wel de moeite is. Een andere, waar ik een beetje bij teleurgesteld ben, is, die is nu ook gebundeld, en dan kiezen ze zelfs nog voor een hardcover, is Vampire State Building. Goeie titel. Ja, is goed gevonden. Ja, jij die zo van woordspelingen houdt. De Vampire State Vampire Building. State Building. Vampieren in Empire State Building.
From the Artist of the Walking Dead. Ja, Charlie Adlar. En dat is eigenlijk een beetje mijn teleurstelling, want Charlie Adlar tekent wel heel schoon, maar ik vind zijn tekeningen in zwart-wit in The Walking Dead mooier dan deze. Ah ja. Om er een deur... Denk je dat ook aan de kleuren ligt? Dat gewoon niet zo goed dat is? Kan, hè. Dat kan, hè. Want zie je nou, hè, deze moet aan een vampier voorstellen. Boah, ik ben er niet van weggeblazen. Allee, mensen... Blazende dan vampieren. Dan durf je niet in zijn gezicht te zeggen. Nee. Ik ben niet van je weggeblazen, jong. Nee. Maar het heeft ook een heel erg... het verhaal heeft een heel erg... om een vergelijking te maken, Die Hard, hè. Dus Die Hard. Ja, het is Die Hard. We zitten op verschillende... Nu, het is misschien omdat je het dan weet of omdat je dat zit. Er wordt heel veel zwart gebruikt. En ik heb echt het gevoel dat het een ingekleurde zwart-wit comic is. Hij is misschien wel na 15 jaar gewoon van alleen maar zwart-wit te tekenen. Hè? Dat dan weet van dat niemand dat moet het inkleuren. Het voelt ja. Zo, als je het zo vast... Zijn... Dan voelt het zwart-wit. Een zwart-wit strip die ingekleurd is. En dat is echt niet hetzelfde als een ingekleurde strip. Ik heb daar toevallig juist iets opstaan waar je dat heel hard al merkt. Hè? Die ring bijvoorbeeld. Heel donker. Ja. Het raar is dat er dan... Nog kleur in zit. Ja. Dat printje is inderdaad gewoon... Dat rechterprintje, die kerel met zijn gezicht. Ja, dat is zomaar rap gedaan, hè. Allee, of nee, ik denk dat aanvankelijk gewoon een zwart-wit comic ging zijn, hoor. Ja, er zit toch weinig shading in de kleur. Nee, voilà. Kleurvlakken met inkt. Ja, dus ze hebben nog rap een goede koop inkt er gepakt en gezegd van, kom, doe er kleurtjes op. Zie je, motherfucker. Ja. Nee, dus ja, dat is jammer, want dat is dan zo'n goede artiest. En ze maken er dan zo'n dure, mooi boek van. Ja. En het ziet er inderdaad niet... Het ziet eruit alsof jij het zo zelf zo een beetje... Zoals je vroeger soms deed bij een zwart-wit strip, dat je het zelf wel in de kleur als kind. Ja, voilà. Zo ziet het er een beetje uit. Het is ook heel gesatureerd voor zo'n zwart. Ja, dat is. Ja. Dus dat zal waarschijnlijk... Allee, we weten dat niet zeker, maar het kan goed zijn dan dat hij dat na 15 jaar zo gewoon is bij The Walking Dead. Ja, of misschien was het inderdaad niet bedoeld. Also, is dit in single issues uitgekomen? Ja, en dat was ook in kleur. Ah, ja. Ja, we hebben het nog over de eerste single issues. Ja, klopt. Vooral in de notendop, ze beginnen op een verdiep waar ze ontwerpen. Ze zijn net Die Hard met vampieren. In Empire State Building. Maar op een gegeven moment vinden ze in op een bepaald verdiep een koffer. Allee, een doodskist op een afgesloten stuk dat ze openmaken. En daar zit een hele oude vampier in. En die roept ineens allemaal vampieren tot hem. En dat blijken allemaal daklozen te zijn. Dus de Empire State Building wordt door dakloze vampieren aangevallen. Dakloze vampieren, dus die stinken ook nog een beetje. Dat is wel spannend. Ja, voilà. Bon, dat hebben. En dan vind ik, is er iets anders heel cool. Want ik ben fan van het origineel. En nu komen ze af met een verzameling van prequel verhalen. Is Dragonfly en Dragonfly Man. En Dragonfly en Dragonfly Man, die komen uit de comic The Wrong Earth. En dat gaat een beetje, je ziet dat ook op die cover. Dat is eigenlijk een vergelijk tussen Batman 66 en Batman The Dark Knight Returns. Oh ja. Dus je ziet met een donker Batman figuur, die je Dragonfly noemt. En je ziet ook met twee aardes, je hebt Earth Omega, waar het een donkere Batman zit met zo'n donkere sidekick en echt wel zwaar aflapt en doe. En dan heb je Earth Alpha. En daar zijn ze lichtvoetig en wordt niemand afgemaakt. En is meestal een bankoverval die gepleegd wordt. En is dat heel luchtig. En in Wrong Earth komen die beide Dragonfly en Dragonfly Man op mekaars aarde terecht. Ja, ja. En in deze zijn dat prequel verhalen. Dus dat is ook een beetje meer, hoe moet ik het zeggen... Wat meer filler of wat meer achtergrondverhalen, totdat ze hopelijk het vervolg brengen op The Wrong Earth. Maar heel tof gedaan. Ook wel leuk om van die figuren meer diepgang te ontdekken. En is het van dezelfde makers of is het heeft een ander team opgezet? Ik denk dat het van dezelfde makers is. Collects all 5 issues of Dragonfly. Ik denk dat er verschillende artiesten ook op zitten. Als je naar het begin gaat kijken. Het zijn verschillende. Het zijn allemaal kort verhalen. Ja. Maar het gegeven op zich is heel tof, hè, dat je met... En dat oorspronkelijke ding heet Wrong Earth. Ja. Dus dan moet je eigenlijk dat eerst wel even gelezen. Ja, om te weten wie dat wat is, hè. Want ze spelen er ook mee in een Joker-figuur. En de ene is psychopaat en de andere is heel luchtig. Maar die maken elkaar... De ene maakt de andere dan al af, echt. En de andere, bloed, hè, wat is deze? Dus dat hebben die nog nooit gezien in de ene. Dat wil ik dan misschien nog wel checken. Voilà. En dan hebben die een Dragon... Heb je nog voorraad? En dan heb je een Dragonfly Man, die komt dan terecht in die donkere wereld en die wil alles goed maken en iedereen vrolijk. En dat
Ja, dat botst. Hè. Ja, ik vind het wel interessant. Misschien, hier, ik zal... Deze is de papieren versie van in Dragonfly en Dragonfly Man. Ah ja. Maar best wel leuk. Maar ik denk inderdaad dat Wrong Earth, dat is het beste. Als je deze interesseert, kunnen best met Wrong Earth beginnen. Ja. Iets anders. Iets eigenlijk best wel heel interessant, want ik heb even daarnet oppervlakkig al doorbladerd, maar hij is vrij populair. En ook een heel toffe naam. Something is Killing the Children. Ja. Dat is zo een heel hoog... boekie over abortus. Abortusboekie. Something is Killing the Children. Abortus. Ik geef het een Stranger Things feel. Hè? We zitten met kinderen die... En something is killing them. We zitten in een bos en in die bos zitten wezens. En, zo begint het. Alle kinderen worden erop gegeten en er is één overlevende en het wordt eigenlijk een beetje op die overlevende gestoken. Terwijl dat er op dezelfde moment ergens anders een monster hunter, ook van dezelfde leeftijd, een jong masker, die is daar al gewoon gerokt en die is die monsters allemaal aan het afmaken en die komt nu naar, naar dat dorp waar het die ene overlevende is en die gaat die helpen. Ziet er wel leuk uit. Dus je krijgt op zo'n manier eigenlijk, zie, hier komt zij vandaan, met, er is toch één overlevend kindje met nog maar één arm en zelfs geen benen niet meer. En zij is er dan van, oh ja, voilà, ik heb u geholpen, het beest is dood. En nu krijgt ze telefoon van, oh, er is ergens anders ook een monster gesignaleerd. Dus mijn gok, want dat zie je, zover heb ik nog niet gelezen, mijn gok is dat zij dat ooit de originele eerste slachtoffer is geweest. Dat is een beetje Buffy the Vampire. Slayer, maar dan met monsters in een bos. Ja. Something is Killing the Children. Ik vind het tof. Alright. Heel leuk. En ziet ook, er wel leuk uit. Leuk. En James Tinney on Eve. En James Tinney on Eve. De vierde bedoel je eigenlijk. James Tinney on 4 kunnen zeggen, maar ik noem het... Mensen zeggen ook James Tinney on Eve. Mensen bedoel je dan jezelf? Dat is de huidige schrijver andere van de Batman reeks. De vierde, denk ik. Dat veel mensen zeggen... IV, dus hoe spreekt de IV? Dat is zijn Griekse Romeinse getallen. James Tinian IV, hè, dat vierde. Ding dat je in uw arm steekt, zo noemt hij dan. Nee, de vierde. Die heeft wel wat. Die heeft wel wat maar je moet niet de eerste drie gezien hebben om te kunnen volgen. Zucht. Die heeft wel wat ervaring met comics schrijven, want die schrijft nu Batman. Okay. De volgende vond ik niet zo goed, maar ik vond wel een grappige naam in de huidige coronatijdperken. Die heet Triage, of Triage. Triage. Triage, daar horen we nu meer op het nieuws en op weet ik veel wat allemaal. Ja. Heel speciale strip, want er wordt wel heel goed uitgelegd wordt in die strip, is eigenlijk het idee van de oneindige keuzes dat je in je leven hebt en hoe dat mensen op den duur je tijdlijn kunnen voorspellen. Als je weet van, ja, elke keuze dat je maakt, het heeft een bepaalde naam. Ik weet niet of je dat hier in deze preview gaat zien, maar dat wordt een gegeven moment aangekaart dat je afhankelijk bent van de keuzes die je in je leven maakt en dat er zo verschillende tijdlijnen gecreëerd worden. En dat je die in theorie dan ook nog eens een keer gaat implementeren in het feit dat er verschillende universums zijn van je eigen persoon, dat je dan een heel aantal mogelijkheden hebt. En degene waarover dat gaat, Evelyn Pierce, een doodnormale verpleegster in een ziekenhuis, blijkt een sleutelfiguur te zijn in heel die theorie. Okay. En zij wordt op een gegeven moment uit haar dagelijks leven getrokken en komt terecht in een alternatieve wereld met een superheldin-versie van haarzelf, uit een andere wereld, en een post-apocalyptische versie van haarzelf in nog een andere wereld. Ah ja, en er zijn met drie. En ze zijn dan met drie. En er is eigenlijk degene die hun eruit heeft getrokken, is nog eens de oudere versie van hunzelf uit nog een heel andere wereld. Ze zijn eigenlijk met vier. En ze werden de hele tijd achterna gezeten door een being dat je... Is dit de slechterik? Dat is de slechterik. En Philip Sevi of Sevi? Philip Sevi kennen we vooral van, en daarom dat het mij wel aantrok, van The Freeze. Ah ja. Hey, daar ben ik een grote fan van. Dat ja. Nog altijd de nummer één is en dat ze verder rest niks mee aan het doen zijn. Maar deze vond ik nou niet zo spectaculair. Okay. Maar dat bestaat dus maar het ook. Ziet er wel bijzonder uit. Ja, als je meer mee geïnteresseerd bent in hoe verschillende factoren in je leven kunnen beïnvloeden en verschillende
werelden, hey, de multiverse theorie, ja, dan is dat wel heel tof om te doen. Alright. Ook heel, ja, heel tof gedaan. En dan tot slot, en dat vond ik wel een hele grave, ik vond denk ik me ontzettend goed mee geamuseerd. We hebben in der tijd, ik heb daar in der tijd al eens een single issue van laten zien, maar nu heb ik hem helemaal gelezen. Is The Mask, I Pledge Allegiance to the Mask. En die is waanzin. Die is echt, hoe hard kun je commentaar hebben op de huidige bestuur in Amerika? Ja, dat zei je vorig jaar. Hij hoort het over dat er... we zitten, hè, er is een verkiezingsstrijd gaande tussen een zekere Cathy. En Cathy blijkt de ex-vriendin te zijn van een zekere... Hoe noemt een oorspronkelijke van de Mask? Dat weet ik niet. Die heet... ik kan het eens zien. Hè. Ace Ventura. Pliskin of Plink... De oorspronkelijke van de Mask is Ace Ventura. Ja, maar die ene naam... Jim Carrey. Jim Carrey. Maar in ieder geval, zij is het ex-lief. Zij is eigenlijk dinges. Ex-lief van de oorspronkelijke Mask. Zij is de Charlie Angel daar. Of Something About Mary. Hoe noemt ze hem? Dingske, weet je. Allee, ik kan van ons zeggen. Je weet wat ik bedoel. Ja. Voilà. Maar dan, oei. Heb je fout opgetreden, jongen? Het lezen van de stream. Maar in ieder geval, zij is ondertussen jaren na dat incident. Want zij heeft eigenlijk in der tijd, is zij de Mask of... de oorspronkelijke van de Mask, ook afgeknald. Terwijl dat zij de Mask op had. Je hebt ook dan een gegeven moment een detectieve, die dat Mask ook heeft gehad en opgehad, en een dekloze die na die detectieve dat Mask ook heeft opgehad. Dus die mensen die weten, hebben allemaal ervaring ermee, en er is een onlager wal geraakt, maar boah. Moeilijk, hè? Babbelen. Er is een lager wal geraakte politicus, ene die waarschijnlijk helemaal geen kans mocht om te winnen. Die vindt dat masker op een gegeven moment en die zet dat op en die gebruikt dat in zijn strijd om hoger op te geraken. Om te winnen. Ja, en hij wint ook. Maar wat hem dan ook zegt allemaal, dat gaat echt erover. Hè. En je zit echt mee, ja, en als je dat wilt, dan doe ik dat. En Amerika wint alles en Amerika gaat alles overpakken. En dit en hetgeen, dus op een gegeven moment... Om Trump eigenlijk. Het was gewoon Trump, hè. Wacht, ik kan het even voorlezen hoe ze het zeggen. Maar... het is vrij van achter, maar het is waanzin wat je dat uitdrukt, wat dat er eigenlijk gebeurt. Eigenlijk, voor zij die dat niet kennen, The Mask is eigenlijk een vrij gewelddadige comic. Ja. Veel mensen vergeten dat. Ik heb die film gezien. Ja, en de film is veel te braaf, hè. Ja. Maar hij zegt ook, you don't... because we won the big one, we have the most everything. We have the most everything, and it's time we stick it up the ass of anyone who doesn't pay attention to what we say, what we do, and what we want. So let's stop bullshitting ourselves with civil rights, equality, ethics, accountability, the health of our neighbors, respect for the planet, respect for each other, inclusiveness, taxation, representation, liberty, happiness, and unity. Let's build some fighter planes, some drones, some missiles, some mansions, and make a lot of money. You don't get it, you don't understand, you think I'm wrong, tough shit. Get in line, or there's the door, bub. This country is for winners. We take what we want, whether it's the oil in your ground, the trees in your forest, the fish in your seas. Your hopes, your dreams, your lives, you put up a fight, you're dead meat. It's over before it started. That's how baller we are. Don't fuck with us. And in case I'm not being clear, I'm talking to any dissidents out there, any newspapers, any treasonous non-patriots, and any whiners or wimps. The only thing any of you deserve is a knuckle sandwich and a cold cell. God bless, and I'll see you on Twitter. Dus ja. Ik denk dat het vrij duidelijk is waar ze ermee naartoe gaan. Ja. Op een gegeven moment ook... dus de president van Amerika is de Mask. Ja, de president van Amerika is de Mask. Ook heel tof, af en toe kijkt hem ook eens naar u als lezer... En vierde band ook. Dus het is heel meta, hè. Een gegeven moment zegt iemand van... you sure... Zijn een beetje House of Cards. Ja, maar ook op een heel... Maar op een super gewelddadige manier, hè. Een gegeven moment zegt iemand tegen hem... Of course, sir, as far as I'm concerned, you're the candidate to beat. You sure? Some are going to consider me a dark horse in this race. You hear what I'm saying? I said dark horse. Dark horse. Dark horse.
go fuck yourself. Hij zegt ook heel veel go fuck yourself als hem tegen u als lezer aan het spreken is. Je ziet het bij Dark Horse. Het ziet bij Dark Horse. Ah. Ja. Dat is super tof. En het masker ook spreekt nog die... Ik heb al die anderen opgenoemd die dat masker hebben gedragen. Ja. En degene die dat nu draagt is nogal weak-willed. En dat masker begint telepathisch naar die ander te spreken van eigenlijk wil ik terug oppollen. Ah, ja, ja. Mag het net extra mysterieus. Heb jij die... wat is het? One More Mask? Mask Omnibus, heb je die ook? Of, Die zijn niet meer in druk, denk ik. Of ja. Nog wel, maar ik heb ze niet meer... Dat zou heel raar zijn als ze die dan... Dat doen ze soms, hè. Maar dat kan zijn. Ik moet het eens kijken. Of ze nog verkrijgbaar op onze webshop. Oh ja, dat kun je... Sowieso. Ja. Ook heel leuk met deze comic. Ze beschrijven zijn killing spree als de Tex Avery-style killings. Ja, ja. Omdat hij al... Dat is in die speelfilm is ook heel erg Tex Avery... Ja, ja. In het begin ook van deze comic let hem iemand exploderen door die heel veel siroop te laten eten. Ja. Hij komt op een gegeven moment uit een toilet en duwt iemand anders in dat toilet. Heel tof, hij vecht op een gegeven moment ook met iemand die geen gevoel van pijn heeft. Zijn zenuw uiteindelijk niet voelt. En dan is hij ook het wat gelijk op. Want hem wordt half zijn kop wordt afgeschoten en dat kan er tegen, want hij is de mask. Maar die andere die wordt dan even in zijn schouder geschoten en die voelt dat niet en blijft verder vechten. Op een gegeven moment sneed hij ook zijn eigen oor af en heeft dat op. Om te laten zien hoe trouw dat hem is aan zijn werkgever. Dus, okay, zo. Maar het is wel iets cool. Alright. Iets cool en een hele coole rouw- en tekenstijl. Ja, redelijk realistisch. Hè? Ja, eerst de Chocolate Sunday. Dus er ontploft iemand door te veel siroop te eten. Kijk. Ja, heel goed. How about a big old syrup spoon? Ook tof, want hier, dat is het ding, hè. Het figuur, de mask, dat vergroot eigenlijk de karaktereigenschappen van wie dat draagt. Ja. En als je goed bent, dan vermoorden toch nog mensen. Maar hier bijvoorbeeld worden mensen vermoord die kinderen mishandelen. Hè. Dus, heel een toffe comic, maar ook wel politiek getint, maar op een heel funny manier. Dat je wel stiekem op de mijne. Aanraden. Voilà. En dat was het zo een beetje. Dat is zo lichtelijke zaam. Ik dacht dat je daar nog aan dingen had staan, maar dat is niet. Nee, die hebben we gedaan. Zo. Ah, okay. Ik heb die gewoon niet aan u gegeven. Omdat die niet mocht vastpakken? Nee, die mocht niet vastpakken. Ja. Het spijt me. Alright. Voilà. Dus ik denk dat we eindelijk nog eens de Mechanicast, dat ik u live zie. Inderdaad. Fijn om hier nog eens te zijn. Maar ja, niet dat ik dat wil, maar we kunnen elkaar er bijna aanraken. Maar dus dat betekent doen? Dat live is. Ik heb echt gelast, hoor. Dat is flink. Maar dat, zolang dat... Maar goed. Zijn dus, er nog andere dingen? Komen er nog andere dingen aan? Nee, het is vooral aanrader voor de mensen om single issues te... de Free Comic Book Summer te beleven. Op zo'n manier zal het nooit niet te druk zijn in de winkel. Ga je die zo ergens zetten? Of, die staan in het midden bij mij. Ah ja. Dat kun je achter vragen of je kunt het zien staan. Dus een beetje up to you. Ja. Maar het is altijd wel... En eigenlijk is het beter als Free Comic Book Day. Want in Free Comic Book Day was het maar beperkt tot 5 titels. En nu is het oneindig. Hè? Als je gewoon eerst bent, kun je in principe alle titels hebben. Ja, maar je moet niet zo'n berg... exemplaar van Alex de Banne. Ja, maar vroeger was dat, je mocht maar 5 exemplaren. Ja, op één dag. En nu is het gewoon heel de zomer lang. First come, first serve. En het is altijd 5 à 6 titels. Zo kun je eigenlijk elke week 5 à 6 titels gratis komen al in de winkel. Ja. Dat is de bedoeling. Nou, dat is toch leuk? Dat is superleuk. Voilà. Dat was hem. Alright, super. Zeker ook een aanrader is, zoals ik het voor u doen, is de Focast van de Joker. Over de Joker. Ik kon er amper een woord tussen. Ik ken dat nu even. Dat is niet waar. Nee, het gaat eigenlijk heel veel over de geschiedenis van de Joker en hoe wij er ons allemaal, onze relatie daarmee. Ja. En het is best wel interessante dingen dat daar verteld worden, al zeg ik het zelf. Ja. Ja, niet door mij hoor, maar inderdaad, er worden dingen interessante dingen verteld. Voilà. Ja, klopt. Voilà, dat was hem zo. Ook kijk ook zeker nog de Reader of the Month. Dat doe ik nu ook maandelijks zonder u. We hebben nu... Ja, ik vind helemaal niks. Sorry. Misschien moet jij ook ooit eens Reader of the Month zijn? Nee hoor. Voor zij die willen, mogen altijd eens een mailtje voor opsturen. Ik zal er dan op antwoorden, maar ja, het is maar 1 keer per maand. Dus ik zit nu al een paar maanden volgeboekt. Maar dat is ook iets, ik hoor... Moet je daar Reader of the Week van maken, hè? Ik heb veel werk, hoor. Oh, nou. Wel boekjes verkopen.
Hoe moet je er ronddraaien? Daar ben je er lui voor. In tijden van... Dat doen we nou niet meer. Nee, nee, maar die optie staat nog altijd open voor als alles terug dicht gaat. Dan kan ik dat direct terug aanzetten. Nou, we hopen dat het niet zo is. Nee, bedankt iedereen voor te luisteren of te kijken. En we zijn er volgende keer weer, met de volgende maand weer, met een nieuwe Mechanicast. Hopelijk.